Van buiten was de gerestaureerde nieuwe kerk in Zierikzee al enige tijd te bewonderen. En vandaag, woensdag 15 januari, is het gebouw als eerste door de schooljeugd van het eiland in gebruik genomen. Nog niet officieel. Dat gebeurt later feestelijk in de eerste week van april. Dat kon de kinderen niet schelen. Zij kwamen voor het muziekeducatieprogramma Kate in de Kerk en mochten als eerste gebruik maken van het nieuwe culturele centrum. Nieuw was onder andere de prachtige lichtende kleurwand achter het podium. Vertrouwd was de hoofdrolspeler van het lesprogramma, het orgel. 'S Avonds organiseerden de beide Schouwse onderwijsorganisaties, Obaze en Radar, hun nieuwjaarsbijeenkomsten in de Nieuwe Kerk. De geanimeerde manifestatie was een goede testcase voor de vrijwilligers die, net als de enthousiaste bezoekers, tevreden zijn met de metamorfose van het gebouw. Aanstaande zondag is er om 10 uur een gezamenlijke kerkdienst ter gelegenheid van de Zondag van de Eenheid. Met al deze verschillende activiteiten is duidelijk dat het nieuwe podiumgebouw een aanwinst is voor heel Schouwen-Duiveland.